Hallo allemaal! Oh. Welkom bij een nieuwe Nou En. Vandaag hebben wij een gast. En dat is... Bradley Braaphart! Oh my god. Hey Bradley, welkom in de studio. Wat leuk dat er wil zijn. Wat leuk dat we er allemaal aanwezig zijn. Ja, dit was de tweede gast ooit. Wow, dat ik hoor echt, moet echt heel erg wennen aan die koptelefoon die in één keer soort van twee stemmen tegelijk. Ja, maar het is ook een high budget koptelefoon natuurlijk. Ja, we hebben echt wel geld uit. We hebben geld uitgegeven aan Bradley. Ja, letterlijk. Ik kom hier echt binnen en dit is soort van een hele set opgezet. Ik dacht, dit is houtje, touwtje, alles kan nee, wel. Nee. Maar alleen je koptelefoon is houtje, touwtje. Ja, koptelefoon is houtje, touwtje. Moet je ook vertellen wat er houtje, touwtje aan is? Nou, we zetten dus een microfoontje op en daardoor stoort hij dus met het apparaat. Dus, maar als je het microfoontje ingedrukt houdt, dan doet hij het wel. Ja. We hebben mooi het microfoontje even vastgetaped. En het snoertje is ook letterlijk 30 centimeter. Dus Bradley kan niet naar achter, want dan trekt hij het apparaat mee. Ik ga zorgen dat ik heel lekker naar voren zit. Het is gezellig, want vandaag gaan we het hebben over musicals. Musical. Ja, dus ik zei van tevoren al, dus Danielle zei van tevoren al. Dit gaat waarschijnlijk een aflevering zijn dat ik er soort van bij zit en geniet. En Bradley en Danielle gaan praten. Ja, ja. Dat was op de verjaardag volgens mij van Alice dat je ook toen zei. Van, okay, ja. Ik ga gewoon kijken. Ik laat het gewoon naar me toe komen. Ja, weet je, ik heb niet heel veel verstand van musicals. Ik heb niet veel musicals gezien. Maar daar gaan we zo over. Want eerst wil ik even vragen, hoe is het met jou? Heb je nog iets leuks meegemaakt? Ik heb vakantie. Dingen? De vakantie. Oh, lekker. Vakantie. Dat is lekker. Ja, het is wat voordeel. Ik werk in het onderwijs. Namelijk met al mijn kindjes. Ja. Hebben ook een soort eindmusical gedaan. Ook op de school. Leuk. Ja. Straks even over vertellen. Schattig. Maar dat is nu klaar. En was even, laatste week was even heftig werken. En nu heb ik 5 weken als leerkracht leervakantie. Dat is echt genieten. Dat is echt genieten. Dat is echt het voordeel. De perks van onderwijs, daar, dan ben ik echt blij dat ik 5 weken heb. Ja. Ja. Ik heb dat nu ook ik werk het weekend dan met kinderen. Ja. En ook die 5 weekendjes dat ik niet te werken. Ja, en ik werk niet met kinderen, dus ik heb gewoon vakantie. Jij werkt sowieso niet. Ik werk sowieso niet. What do you do for a living? I just do nothing. Ja. What you do? Maar... Nog verder dingen? Hoe was je? Je was nog geen jarig. Wat zei je? Ik was nog geen jarig. Ik ben 28 nu geworden. Ja. Tyfus oud. Echt veel te oud. Ik ben bijna 30. Behalve als je kijkt en je bent 28. Ja, dan ben je echt zo jong. Hartje. Echt. Maar nee, het is wel echt even dat ik denk, jezus, we zijn bijna 30. Dat is echt... Doodeng. Doodeng. Ja. Hoe ben jij ook weer 25? 24, Bradley. 24. Ja, net 24, net toch? 24. Dus ik voel me zo klein en jong, jullie. Ik voel me zo klein en jong hier. Ja. Ik ben maar een kleine baby nog. Maar voor de rest gaat het prima, schat. Hoe is het met jou, Daniela? Ja. Hoe gaan we jou, ja? Nou, wij hebben een beetje... Sorry, ik had ze wel echt eerst moeten wassen. Maar is het goor? We gaan door. Nou, ik zie een beetje stof drijven. Ach, voor de luisteraar, we zetten een soort van beker van Thomas Barbie. Thomas heeft Barbie bekers gekocht. Ik heb de volledige Barbie en Zara collectie. Voordat we niet meer uit de volledige collectie? Trekken. Bijna. Oké. Okay. Ja. Maar dus ik heb die leuke glazen, maar dus, ja, ik heb ze niet gewassen. Ja. Maar hoe is het met jou? Ja, we hadden het van mij voor mij. Dus. Laat het even voor jou hebben. Nou, het gaat wel oké. Okay. Ja? Ik ging een tijdje even wat minder. Mm-hmm. Vorige week zijn wij even... hier een podcast opnemen, want voordat we naar K3 gingen... want we zijn naar K3 geweest. Hoor je nog over. Ja. En toen heb ik geld in de auto ook niet op wilde nemen. Wat opnemen? We zouden voordat we gaan de podcast opnemen. Van tevoren. En toen daarna zijn je naar Barbie... of naar K3 geweest. Ja, ja. En toen zei ik gaan huilen wat ik niet wilde. Omdat ik het zo slecht voelde. Dus ik zei van, weet je, we doen het niet. We doen het niet. We slaan even een keertje over. Waar mentaal niet lekker in je? Mentaal niet zo lekker. Oh, hoe voel je je nu? Maar nu voel ik me top... Goed, we zijn naar K3 geweest en K3 was echt... Oh, het was enig. De leukste waar ik ben geweest. Ja. Was echt geweldig. Ja, Bradley, je hebt wat gemist. Ja, ik heb wel iets gemist. Ik zag wel allemaal dingen online voorbij was komen. Echt? Ik heb gejankt. Ik heb geschreeuwd. Ja, ik had 2 keer die dag al gejankt. Ja. Ik heb gejankt, ik heb geschreeuwd. Er stonden mensen om mij heen die na een tijdje gewoon niet meer om mij heen wilden staan. Dat ik echt een dance battle alles. Was. Ja. Ik had een dance battle met K3. Jongens, om even laten zien dat ik in zijn choreo kan. Ja, is. Echt zo. Ja, is wel. Maar ze hebben het wel opgemerkt. Jij een echte fan? Ben jij een echte fan? Marten deed wel 1 keer zo van... Wow, dit gaat wel heel veel. Dit is en K3 weet nu ook dat ik oud ben. Want... Wat? Ik zeg. Leg het uit. Ik zeg, zij doen een medley en dan doen ze eerst Kom maar hey. En dan doen ze daarna Oma's aan de top. En dus... Ja. En je wijst naar hem. Ja. Dus Julia die zegt, zijn er nog oma's in de zaal? En zij dacht natuurlijk, zijn geen oma's in de zaal, want het is een volwassen concert. Dus ik doe Thomas' hand zo omhoog. Ik doe zo, hi. En toen deze, jij? Ik zo... Ja, dan is dit liedje speciaal voor jou. Niet waar. Ja. Tegen Thomas. Ik ga stuk. Ja, dus Ooms aan de Dub is vanaf nu mijn nummer. Ooms aan de Dub. Aan de Dub.
Aan de tip. Oma's in de tip. Of oma's aan de bottom. Oma's aan de bottom. Oma's aan de tip, ja. Ja, dus dat is nu mijn nummer. Ja, en weg van. Dus dat was wel een hele leuke ervaring. We hebben onze pakjes gedragen, onze oilepakjes. Ja, die hangen nu ook hier. Ik kan niet zien. Kan je het? Pakken, je kan er eentje pakken. Ja, pak er eens één. Ik pak elke aflevering wel iets. Ja, dat is waar. Deze van Ties, die is helaas niet bij ons vandaag. Nee, jammer. Ties, die is er niet bij. Rest in peace. Die is helaas niet meer bij ons. Rest in Ties. Rest in. Kijk, zie je het? Oh, dat is de... wat een mooi pakje. Ja, nou, die hadden we dus aan. Hebben ze helemaal gekocht uit Amerika? Ja, door een van haar... Slicker. Op laten maken. Nou, maar de originele designer heeft ons wel nog gepost. Ja, dat is waar. Die heeft ons op Insta... En Christel en Han hebben het gelijk. De originele designer van dinges. Van dit pakje. Ja. Echt? Ja. Ja, en die heeft... Gerepost? Nou, die heeft het voordat wij het überhaupt gedragen... Omdat het concert had hij het al gepost. Ja. Hey, maar had je het op Instagram gezet dan? Nou, ik had hem een keer gedm'd van... Hey, ik ga dit maken. Punt. En toen het af was... Are you okay? Moet ik je betalen? Ja. Dus toen het af was, had ik een foto gestuurd van het resultaat. En toen had hij eigenlijk alleen gereageerd... Heerlijk. Oké, heerlijk. Wat een stomme reactie. Ja, dat dacht ik ook. Maar toen had hij, 2 dagen daarna of zo, had hij dus een hele post gemaakt met onze foto erbij. Van dat hij het zo leuk vond dat mensen het gaan dragen en dat het een hit is. En Christel en Anne hebben het geliked. Maar hoe weet je nou wie er echt de designer was? Staat het gewoon in? Luister, luister. Weet je hoe dit gaat? Wij kijken een DVD. En dan als die credits komen, dus dacht ik pauze. Kijk, staat de kleding zijn. En als ik deze nee, pauze. En dan gaat hij kijken wie de kleding designer is. En dan ga je googlen. En dan gaat hij iedereen in dat lijstje een DM sturen. Echt? Mm-hmm. En dan heb jij deze gemaakt? Heb jij deze gemaakt? Ik wist het van geen één wie het gemaakt had. Maar toen ging ik verder speuren. En toen kwam ik erachter dat hij ze echt ontworpen had. Toen heb ik hem een bericht gestuurd. En toen had hij gereageerd. Ach, wat leuk. Ja. Echt een slee. Dedication. Dus toch over jou hebben, want blijf me boeien mijn neus. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? 20 minuten verder. Ja, dat is ongeveer. Nee, het gaat heel goed met mij. Ja, wilde weken. Ja, we hebben gewoon vakantie. Wel veel gedaan. Je hebt altijd vakantie. Ik heb gewoon school. We hebben nog je verjaardag gedaan. Oh, ja, je studeert. Ja, ik studeer. Dat was ik vergeten. We hebben nog je verjaardag gedaan. Oh ja, mijn feestje is geweest. We wilden vertellen toen ik ging betalen inzinken. Oh ja. Ik heb mijn feestje gehad en dat was dus een K3 thema. Maar ik dacht, ik moet dat ooit een keer doen. Dus daar heb ik die auto's eigenlijk voor gemaakt. Dus dat hebben we gehad. We hebben dat was enig, alleen... Alleen? Laten we nou eens even uitpraten. Nee, hij laat mij ook nooit uit. Zo gaat dat nooit. Dus ik ben alleen, er was op dit feestje een redelijke hoeveelheid aan alcohol. Ah. En er was een paspop. Oh, ja, het was echt doodeng. Is hij kapot? Nou. Ja, want ik ging ermee dansen. Oh nee. Slow dansen. Maar, en toen heb ik de 2 armen heb ik eraf getrokken. Niet. Mm-hmm. En toen heeft Thomas' moeder die 2 armen per ongeluk weggegooid. Ja. Ja. Wat sneu. Dus ik heb een paspop zonder armen. Hoe heette ze? Julia. Rest in peace, Julia. Want wat was een cadeautje van Robin? Nou, het was eigenlijk een surprise kreeg ik. Het cadeau was de paspop die erin zat. Want dan kon ik dan kleren aanhangen die ik had gemaakt. Maar ze had het bedekt met papier maché. En dan had ze een regenboogjurkje aan. En helemaal een K3'tje had ze ervan gemaakt. Met een pruik op. Maar ik had hem altijd ingepakt gelaten. Omdat ik het heel leuk vond. Dus er stond een hele enge pop in het hoekje van mijn kamer. Maar dus ik dacht, zonder gezicht. Met papier maché. Ja. Zonder gezicht, K3'tje in de hoek van Thomas' kamer. Ja, maar dus heb ik nou, dan heb ik op een feestje beneden gezet als decoratie. En toen ging Danielle ermee slowdansen. Echt, als er bij haar 2 drankjes in zitten, dan is ze gewoon helemaal ja, los. Dat is wel waar. Ja, ja. Ook bij K3. Ja, ja, toen had ik dus, ja, dat ga ik zo vertellen. Oh. Ja. Bij mijn nou N. Ja. Bij mijn nou N. Oh, nou, dus dat was mijn feestje. En we hebben nog de Barbie-film gehad. Nog naartoe geweest. Ja, dat was ook leuk. Wij zijn obsessed. Ik weet niet of het opvalt. Thomas had zijn Ken shirt. Ik ben verkleed als Barbie. Ik niet. Ik heb een beker. Kan je dit zien? Ken onderbroek. Oh, nog een Ken onderbroek zelfs. Ja. Ach. Kaal is staat te trillen. Kaal was aan het zilt die ze niet had kunnen kopen. En Thomas heeft ze. Voor jou, Kaal. Nou, niet voor jou. Sorry, Kaal. Nee, niet voor jou. Sorry. Als je ze gebruikt hebt, kan hij ze altijd opsturen. And nothing for Regina George. Voor geld. Voor geld. Ik stuur het op voor geld. Ja. Dus als Barbie, geweldig film. Ja, ik ben al 2 keer geweest, jij ook al 2 keer. Jij bent naar de echte première geweest. Ik ben naar een echte première geweest, als een echte ex-influencer. Nou, ik werd niet echt uitgenodigd. Ik ben namelijk uitgenodigd door mijn beste vriendinnetje, die werkt bij een PR-bureau. En zij werd dus door het merk zelf, door Warner Brothers, werd zij uitgenodigd, omdat ze dan toevallig die connecties had. Oh. Maar ik had dus zelf een mailtje gestuurd van, hey, ik ben jarig die week en Barbie zo komt leuk uit de 19e. Dus mag ik alsjeblieft naar de première? Maar toen zeiden ze, ja, je bent niet relevant genoeg. Maar dat hebben ze echt gezegd. Zeiden ze dat? Ja, ja, ja. Maar ik snapte het, want die jongen die ken ik ook wel, die er werkt. Ja. Die zei, ja, het is echt voor alle, voor de Monica Geuzes. Ja, het okay. En ook voor de mensen. Voor de Alice Osthorns. Ja. Alice Osthorns. En toen liep ik daar en dacht ik, oh,
Nou, hè, ik had er ook best wel tussen kunnen gaan. Maar ik denk dat ze... Je zag een paar types. Een paar types. Ik heb tegen iemand gezegd, dacht... Nee. Heb je die TikTok gezien van dat meisje? Ja. Dat zo zielig. Ik vond het zo sneu. Van die meid van die... Oh, ja. Van Val. Ja, ja, ja. Van Val. Dat is zo ik wist niet wie het was eerst. En toen hoorde ik dat het klost van Val. Toen moest ik bijna janken. Want ja, ik vond het echt veel zielig. Echt? Ik vind haar zo gierig. Ja, dat is zo sneu. Maar ik, maar het, ook gewoon de geruchten gaan wie het gedaan heeft. Laten we even het verhaal vertellen. Er is dus een influencer die voor het eerst zijn première volgens mij ging voor haar. Ja. En die, die voelde zich al nerveus om de rode loper. Want het is ook echt doodeng een rode loper. Ja, het was nu een roze loper. Maar ze werd een soort van uitgescholden door twee influencer mensen of drag queens waarschijnlijk. Ik weet niet zeker of het waar is wie het gedaan hebben, maar... Wat zijn dit? En die zei tegen haar van, wat is dat voor een nobody? Je ja, als je niet relevant bent, dan hoef je hier niet te komen. Ik vind het zo sneu. Ik hoef bij niet relevant. Ja. Ik mag zal ik tegen jou moeten zeggen. Ja, ja. Maar ja. Ik weet het. Ik ben ook niet relevant genoeg. Maar ja, dat wij. Was heel zielig. Ja. Zo wij. Echt wij. Ja. Nee, dat vind ik zo sneu. Dat vind ik echt heel sneu. Ja, het is echt zo. Zo'n lieve meid ook. Het is de eerste keer dat ik van haar gehoord heb, maar ik vind zo'n lieve meid. Nee, dat is niet waar. Ik kijk altijd haar video's als ik bij jou ben. Echt waar? Ja, ik kijk altijd haar video's. Oh. Nou, wat doet zij? Onbewust dan. Zij heeft een webshop. Ja. En dan gaat zij in haar eigen video's gaat die kleding passen. Ah. En dan zegt ze zo, nou meiden, dit en dit. En zo goedkoop is het nou weer deze week. En zij heeft meegedaan aan Steenrijkstraat Arm. Ja, ach, dat klopt. Dat zag ik op TikTok voorbij komen. Ja. Als, in, als de straat Arm of als de Steenrijk? Als de Steenrijke. Oh, als de, oh, dat wist ik niet. Is ze Steenrijk? Ze is wel rijk. Ach, leuk voor haar. Maar deserved hoor. Ja, goed voor haar. Ja, love her. Als het uitkomt is het trouwens al weken geleden. Ja, ja dat is wel maar, waar. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Anyways, Barbie was leuk. Ja, Barbie was leuk. Goeie film. Goeie film. Feminism, yes. Ja, we gaan kijken. We gaan denk ik wel voor de derde keer binnenkort. Sowieso. Derde keer? Ja, ik heb hem al twee keer gezien. Wow. Ik heb The Little Mermaid 10 keer gezien. Maar dat is niet helemaal oké. En dan zegt ze steeds, ik heb geen geld. Ja, dat is niet meer waar. Dat is niet meer dat waar. Nu je werkt. Dat is niet meer waar, want... nee, niks. Maar ik werk weer. Je hebt 3 keer naar Taylor Swift. Oh, ja, dat is waar. Ik je nu? Nieuwe sorry. Telefoon. Ja. Ja. En 10 keer naar de Mermaid. 2 keer naar Barbie. Ik heb Pathé Unlimited. Dus ja. Ik kan, oh echt? Ja, dat is wel echt heel goed. Maar dat is maar... 30 euro per maand, toch? 23 euro per maand. 23 maar? Ja. Ja, ik zal niet zeggen dat jij dat niet hebt. Ik dacht dat het 33 was. Nee, 23 euro per maand. Als je anderhalf keer gaat, beter heb je het er al uit. Anderhalf keer? Nee, ik ga wel een half uur lopen weg. Letterlijk anderhalf keer. Want volgens mij is een 3D-film al 15 euro. Ja, klopt. Ja, letterlijk. Echt duur geworden. Oh, ik ga daar een keer naar kijken. Een keer naar kijken. We gaan het gewoon bestellen. En dan gaan we vanavond nog naar een andere film. Ja. Oh. Haunted Mansion komt ook. Ja, maar dat ben ik. Ja, daar wil ik ook heen. De trailer lijkt me niet leuk. Oh, dit kunnen we niet meer bespreken. Want wij gaan over 2 weken over de bioscoop. Oh, dit thema mogen wij niet... We gaan even Barbie praten eigenlijk. Naar de Now Ends. Now Ends. Ja, dat moeten we eigenlijk wel hebben nog een keer. Thomas heeft al tegen mij een jingle. Dat ik geen jingle heb gemaakt. Seizoen 1 vroeg ik al om een jingle. Dat is het enige wat Danielle moest doen was een jingle maken. En ik heb het nog steeds niet gemaakt. Vraag even Alice. Ik heb het al Alice. Ik ga vanmorgen naar Alice. Ik ga het even tegen haar zeggen. Slecht. Alice, jij moet een jingle. Ik heb er nu. Ah, nou, hey. jullie horen het live. Hey Alice, mag ik je wat vragen? Ik wil je echt niet gebruiken hoor. Maar als je wil, kan ik je er ook... Nee, dat kan niet. Ik ga je niet betalen, want ik ben je beste vriendin. Maar wil je alsjeblieft voor mij een jingle maken? We hebben hem nodig. Ja. Ik heb ook een outfitje nodig. Thomas, wil even mijn outfitje maken? Dit is zo shady! Maar dit is wel waar! Dat is zo funny. Hoe vaak ik krijg van... Oh, kan ik een leuk... Maar ik meen het heel vaak niet. Nou... Nee, ik meen het heel vaak niet. Ik stuur wel heel veel naar Thomas van... Dit zou ik echt leuk vinden om te hebben. Maar meer al een soort van... Hint. Ja. Maar ik heb maar een paar keer tot nu toe gehad dat ik zei van... Oké, ik ga nu op tour. Kan je dit voor me maken? Ja, dat geeft your friends, it's fine. Ja, dat geeft dit is helemaal zelf bedacht. Ja. We gingen een jurkje... we gingen op tour. Toen zei hij... Oh, ik wil dat voor je maken. Wat, dat jurkje met die vlinders en mijn K3 regenboogjurken. Ja, heeft hij allemaal zelf bedacht. Ik heb daar niet om gevraagd. Mensen, ik heb daar niet om gevraagd. Jezus. Ik heb alleen maar gevraagd om de... We pesten haar een beetje. Om de zomersgoed heb ik wel gevraagd. Die zilveren. Nee, maar daar ben je vrienden voor. Mag je... Daar zijn vrienden voor. Daar zijn vrienden voor. Stop maar. Nou en ik heb een hersenvies ontwikkeld. Ja. Bradley, wat is jouw nou en? Jullie zeiden al van wat moet ik iets bedenken. Ja. Maar het is wel een beetje een hele globale. Maar waar ik echt aan zit te denken van die mensen die dan op TikTok altijd zo'n mening moeten hebben als iemand iets voorbij komt of iemand iets doet. En dan gelijk er zoiets over moeten zeggen. Dat ik echt denk, nou en laat die mensen nou lekker iets posten. Mensen, content. Ik. Ja, gewoon content dingetjes. Of als iemand ook gewoon gaat over trans zijn mensen of zo, dat ze dan iets zeggen. En dat ze dan gelijk, hoor, zie je dan zo'n 14-jarige kutkoter die dan iets over moet zeggen. Ik zeg, godverdomme, laat die nou even. Nou, sommige mensen hoeven hun mening niet te uiten. Ach,
Iedereen mag een mening hebben. Je mag een mening hebben, maar soms moet je gewoon je bek houden. Ja. Je hoeft hem niet altijd te uiten. Nee, precies. Je kan hem ook voor je houden. Oh, dat snap ik. Oh, wat een goede nou en vind ik wel. Ja, maar is het nooit verteld? Wij gaan meestal niche erin. Nou, Danielle moet altijd... Stel je voor. Je moet altijd even situaties zetten. Stel je voor zeggen. Could you imagine such a thing? Ja. Ja. De nou één van Thomas. Danielle. Oh, gaan we naar mijn nou ja, ik heb een hele slechte en ik wil nog niet welke ik ga doen. Oh. Oké, ja. Het is ook... Nou, nee, ik vind dat ik best wel nou in. Als mensen dan gaan hebben een date of die hebben een nieuwe crush. En dan willen ze laten zien wie het is. En dan zeggen, in het echt zijn ze wel knapper. Ja! Nou, ik zie alleen die foto. Laat ik tyfus foto zien. Ik hoef niet te weten dat ze echt... Ach. Ik wil gewoon die foto zien. Ach, zo ja. Zo ben jij ook. Huh? Dat is niet waar! Ja, maar ik kan me ook... Dat is niet waar! Dat is wel waar. Ja, maar dat doe jij zelf ook. Dat doe ik zelf ook. Dat is wel een beetje, denk ik, vrouw zelf. Dat is zelf een soort van sorry zeggen voordat je iets gaat doen. Nou, het kwam eigenlijk omdat Marvin het pas zei. Zijn Marvin het? Ja, Marvin liet in de auto toen ik hem thuis bracht een foto zien. Hij zei van, ja, echt is die wel echt knapper. Ik zei van, laat gewoon die foto zien. Wat maakt mij uit dat hij echt knapper is? Oh, dan, ja, nou ja, ja. Ja, ik heb hem toch niet in het echt. Ik wil gewoon die foto zien. Maar ja, iedereen is het echt knapper. Want iedereen is het echt... Nee. Oh, ik heb zoveel jongens gezien, of meiden ook, die op foto's zo echt bewerken. En dan zie je het echt, denk ik, oeh, beast. Ja, ja, ja. Of sommige jongens zijn gewoon echt heel knap. Dat ze op de foto's gewoon echt... dat ze echt... Sommige jongens zijn echt alleen knap op foto's, bedoel ik. Ja, maar dit betekent... Je bent gewoon heel fotogeniek. Ja. Nee, of je bent knap. Ik ben het hier niet mee eens. Want knap zijn heeft meer te maken dan met je uiterlijk. En op een foto zie je alleen maar een tweedimensionaal iets. En in het echt kan je iemand driedimensionaal leren kennen. Misschien vierdimensionaal. Ja, maar het wel als je dan mijn vingers hebt. Ja. Maar plat gezegd, je kijkt gewoon eerst naar het uiterlijk, dan naar het innerlijk. Dat is wel. Dus laat mij gewoon die foto zien. Ja. Het maakt mij niet uit dat het niet echt knapper is. Oké, ja, dat mag. Ja. Ja, hey, dat mag. Maar jouw mening mag ik heb er dus eentje. Ik had er dus één, maar eentje staat hier heel... letterlijk op aan. Ja. Maar ik wil de andere is heel techie, maar deze is ook techie. Oké. Okay. Zijn jou nou eens niet heel vaak techie? Maar ja, heel vaak dat mensen gewoon denken van oké, dat is niet helemaal... Hij smeert er smeerkaas op zijn cracker. Dat wordt zo stom. Nee, meer dat ik gewoon slecht advies geef. Ja, oké. Okay. Ja. Ik wil ze allebei doen. Oké, doe maar allebei. Allebei? Oké. Okay. Want ik ga eerst even die gaan aansluiten. En dat is Ariana Grande. Grande? Ariana Grande. Die met SpongeBob deed. Had een nieuwe vent. Klaarblijkelijk. Ja. Klaarblijkelijk. Ja. Die SpongeBob toch? Ja. En iedereen was helemaal aan het haten op hem. Ja. Omdat hij niet knap was. En toen dacht ik echt. Nou en? Ja, het gaat om het innerlijk. Wat boeit dat? Hij is letterlijk een Broadway acteur. Hij is letterlijk super. Ja. Hij is professioneel. Hij is waarschijnlijk heel lief. Hij is waarschijnlijk heel leuk. Waarschijnlijk is hij een enorme lul. Waarschijnlijk. Maar hij is ginger. Hij is ginger. Oh. En hij is getalenteerd. Wat maakt dan uit of hij niet super knap is? Dat is waar. En wat ik ook vind, hij had een relatie met een vrouw en wel een kind. Ja, daar ga ik dan niet over. Ja. Maar vaak zeg je toch van die verhalen over wat is jou als er een bekende Nederlander of een bekende. Ja, dat is waar. Heb je dan een green flag om het te mogen doen? Dan is Ariana Grande wel echt het uiterste wat je kan bereiken. En dan. Als zij dan op je pad komt en dan zegt ze dat ze jou leuk vindt, is zo van, het is het beste wat ik ooit kan krijgen. Ja. Dan snap ik het. Ik zie gewoon een gesprek voor me dat SpongeBob met zijn ex-vrouw in bed lag. En gewoon als ze met elkaar het gesprek hadden van, wie is jou? Wie is jouw green wie is jouw Goofy Goober? Ja. Goofy Goober. I'm a Goofy Goober, Dat is SpongeBob. Jij hebt alleen de Nederlandse versie. Sorry. Bel de pinda is oké. Ja. Maar, en dat hij dan zegt, ja, Ariana Grande. En die vrouw lachen. En dat hij dan echt vandoor gaat met Ariana Grande. Dus I kind of get it, but I also kind of don't. Ja, ik vind natuurlijk wel, je moet niet vreemd gaan en zo. Dat nee, helemaal. Weet nee, maar als je het doet, doe het dan met Ariana Grande. Ja, laten we eerlijk zijn. I mean, oké. Ja, nou, en ik wilde vertellen, het is nog techier. Oké, ik ben een beetje bang. Want ik vond deze eigenlijk wel lief. Deze, eigenlijk, toen ik hem vertelde, dacht ik ervan. We zijn niet lelijk. Gaat het gaat om wat erin zit. Is oké. Okay. Beetje een pinda. Wij waren bij K3. Ja. En ik had een paar cocktails op. Vier? Op dit punt had ik er 3 op. Op dit punt had ik er 3 op. Ze waren ook heel sterk. En ze waren super sterk. En die zegt tegen mij, ze nog een cocktail halen. En ik zeg ja. En toen hoorde ik iemand zo van, oh, je vierde cocktail. Nou, en? Ja.
Nou, ik weet toch heus wel of ik dat aan kan of niet. Dat is mijn vierde cocktail. Ik heb mijn lichaam goed genoeg. Het is mijn eigen cocktail, van die ik mijn eigen lichaam stop. Betaald met mijn eigen geld. Laat mij met rust. Ja, dat is wel waar. Dat is toch mijn keuze? Ik heb het volledig gemist. Wanneer was dat? Dat ze vier cocktails nam? Nee, dat heb ik er wel meegekregen. Ja. Maar dat zij. Voor mij waren dat die twee meiden die wij super leuk vonden. Zeiden, als je vierde cocktail, haha. Weet je het zeker? Niet. Ja, maar zij waren super leuk. Als jullie kijken, ik ben echt obsessief met jullie. Danielle vergeet het jullie. Ja, ze zei één uitspraak, het was klaar. Ja. Nee, ik vind dat gewoon. Ja, ik vind hun super leuk, maar ik vond dat zo. Nou, laat maar met rust. Al wil ik 17 cocktails naar binnen werken. Al wil ik alleen sos in haar neus snuiven. Later gewoon. Ja, al wil zou ik wel tacky vinden bij een K3-concert. Bij een K3-concert snuiven vind ik ook niet helemaal tacky. Ja, dat zou ik wel. Zouden mensen het doen daar, denk ik? Ja. Misschien achterin, de echte gekkies. Ja. Zo tacky was hij trouwens niet. Ik vond hem tacky in mijn hoofd. Ja, valt er wel mee. Ja, maar vier cocktails vind ik prima. Je bent de baas. Ik ben bij K3. Baas van je eigen buik. Dat die met zwangerschap te maken. Oh ja. Van je eigen inname. Van mijn eigen inname. Consumptie. Van je eigen consumptie. Oh, eigen inname. Ja, ik ben de baas van mijn eigen consumptie. Oh. Maar het onderwerp. Het onderwerp van we zijn een half uur later. We gaan nu beginnen aan... Maar dit wordt elke keer, want wij hebben te veel te bespreken altijd. Ach. Maar het is ook omdat de laatste paar weken zitten niet elke week tussen. Zijn we langer weg. Dus we hebben steeds meer te bespreken in de podcast. Ja. Het onderwerp is musical. Musical. Alles in mijn leven draait om musical. Dit bedoel ik. Dat ze spelen. Dit bedoel ik. Musical. Ja. Waar is dat van? Universal Festival. Hoe heet die band ook alweer? Ze hadden ook Ready? Ready met dubbel R. Wat, als jullie denken aan een musical, wat is dan het eerste wat in je hoofd opkomt? Bradley. Bo. Het eerste, dat is... Bro, zijn dat bro? Ik zei bo. Oh, wow. Bro. Ik weet niet wat ik zei. Maar het eerste wat in mijn jeugd, musical, denk ik aan mijn jeugd vooral. Ja, zo even geleden. Trauma's. Zo even geleden. Ja, het is wel echt zeker langer dan maar jij hebt wel echt musicals gedaan. Ja, jij wel. Ja, ik Shady. Wel. Shady. Dat doe ik mezelf, maar. Ja, ik heb vroeger in 2 professionele musicals gespeeld. Nee, trouwens meer. Oh. Ik heb er in 5 gespeeld. Ja, 5? Rad? Ja, maar 2 in Nederland en 3 in België. Ik ken alleen 6 de Rad. Welke nog meer dan? Sound of Music heb ik gedaan. Ja. Siske de Rat. En in België heb ik in Gent en in Antwerpen gespeeld in... Maar dat waren toneelstukken, musicals, / musicals. Ja. Waren kerstdingen. Oh. Dus die speelde dan voor 2 maanden, in november en december. In Scrooge en in Oliver Twist. Leuk. En leuk. In De Paradijsvogels. Oh, die vind ik een beetje naklinken. Ja, dat is echt zo'n... De Paradijsvogels. Ik denk dat je het kan vergelijken met... wat is een oude serie van vroeger wat echt... Golden Girls. Nee, ja, zo, laten we zeggen Golden Girls, maar dan... Of een Nederlandse serie. Oh, Het Schaap met de 5 poten. Ken je dat? Oh, ja, ja. Ja. Echt zo'n oude serie van vroeger dat dan naar een toneelstuk is veranderd. Oh, ja. En dat was een Belgisch serie die dan naar een toneelstuk was. Het was ik heb maar echt in 2 scènes gespeeld of zo. Moest ik een paar zinnetjes zeggen. Echt wild. En van welke leeftijd was dat? Wanneer was jij daar? Ik was 9 toen ik in Scrooge speelde. 10 in Paradijsvogels. En ook 10 in Oliver Twist. Oh my god. Toen ik 11 was, heb ik heel veel audities gedaan. Voor Tarzan auditie gedaan. En toen moest ik auditie doen voor Siske de Rat. Ik heb voor nog... Oké, hoe nog de musical? Niet Onderweg naar Morgen. Nou, hoe heet het nou ook weer? Het Vliegen Floorke, het Klamerbreed en Vrenkje. Ken jij die? Oh, wacht, die ken je misschien nog niet. Welkom, vlieg waar ik wijs. Vlieg waar ik helaas ijs van ijs. Ja. Onderweg naar Hamelen. Ja, ook daar auditie voor gedaan. Hamelen? Rat van Hamelen. Rattenvanger van Hamelen. Ja, daar hebben we auditie voor gedaan. Maar toen was ik door bij Siske de Rat. En toen heb ik vanaf mijn 12e tot mijn 13e in Siske de Rat gespeeld. En daarna van mijn 14e tot mijn 15e in Sound Music. Zo leuk. Vind ik echt heel leuk. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Ja, dat was mijn enige weg naar roem was dat hoor. Toen, ach, nog steeds. Ik denk, oh, dat was mijn piek van mijn leven, denk ik. Oh, ja. Nee. Dat is wel vroeg. Still searching for highs. Maar heb je nu dan niet dat je denkt, oh, ik wil weer spelen? Ja. Oh, zo erg. Ja. Nou, het is vooral dit jaar dat ik... ik heb in een andere podcast gezeten. Francine Omen. En ik was met haar. Het was zo'n soort van therapeutisch gesprek met haar over je jeugd en over ouder worden. En dat ik zei van, nou, vroeger was het echt mijn doel van musical artiest worden en acteren. Ja. Maar ik heb eigenlijk gewoon veilige weg gekozen. Want ik wist gewoon dat daar gewoon totaal geen carrière in zou zitten. Meer omdat het gewoon weinig betaalt. En
je moet er zo hard voor werken. Je moet elke keer auditie doen om maar door te gaan. Het is super onzeker. Ja, je kan ene keer 3-5 jaar lang of zo niet auditie blijven doen en niet in een productie staan. Dus het is super... Maar het zal ook heel vaak zo zijn, want ik heb vrienden dan in de wereld zitten. En zeker nu gebeurt het heel vaak dat je gecast wordt. Dat een musical wordt bedacht. En dat die dan al wordt gecanceld. Ja. Dus dan heb je gewoon, dan ga je ervan uit, ik heb de komende 6 maanden werk. En dan hoor je gewoon misschien een week voordat het opgaat, is het gecanceld. We gaan niks meer doen. Ja. Oh. En dan heb je gewoon geen werk meer. Wat een fuck. Dus het is heel onzeker. Maar toen, uiteindelijk toen dacht ik van, hey, het is wel wat me vroeger echt gelukkig maakte. Elke week musicalles dingen doen en elke keer was me bezig. Het klinkt wel heel leuk. Kijk, ik heb nooit iets met naast mijn eindmusical nog nooit iets met musicals gehad of gedaan. Maar het concept klinkt wel heel leuk. Uh-huh. Ja, vooral het applaus. Ik vind het applaus heel leuk, maar ik vind vooral ook... het maken ervan heel leuk. Ja. Ik vind het proces ertoe. Ja, het samen dingen maken en samen een soort van ontdekken van hoe zou dit lopen of hoe zou dit gaaf kunnen zijn. Of zeker ook als je. Ik heb wel eens theaterleiding gedaan, dat ik mensen moet regisseren. En dan had ik zo'n visie of iets. En dan maakte iemand zo'n leuk grapje. Dus dan dacht ik, hoe ben ik daar niet op gekomen? Hè? We kunnen use it now. Dit is alles wat ik wilde. Dit is precies wat ik wilde. Gewoon hoe andere mensen sommige dingen inbrengen. En dat hoort ook bij grotere producties, dat je gewoon. Kijk, echte musicals die staan. Ja. Ja. Als je Wicked vanaf Broadway naar hier brengt, dan is dat Wicked vanaf Broadway naar hier. Dan kan je dan niet. Daar heb je gewoon hoge mensen staan die zeggen: deze noot willen we niet dat je die zingt. Ja. Dit mag je niet zingen, zo moet je het zingen. Maar als je kleinere producties hebt, dan gebeurt het gewoon heel vaak dat er een grapje wordt gemaakt of een loopje wordt gedaan. Dan denk ik van: oh, dat is leuk, dat gaan we erin doen. Of... En je kan heel veel inbrengen ook van acteurs zelf ook. Ja, denk ik. Dat is zo leuk. Als jullie nou in één musical mochten spelen, maakt niet uit welke, of je het geweest is of niet, welke zou het dan zijn? Oeh. Echt droomrol als in, dat zou ik het allerliefste willen. Of droomrol als in, dat zou ik ook nog kunnen. Ja, dat is het verschil. Ik wil Glinda spelen. Ja, dat is mijn allergrootste droom. Nee, Glinda gewoon natuurlijk. Willen. Niet kunnen, maar willen. Ja, dan is Glinda. Ik zou nog wel eens in... Nou, ik zou in Soldaat... Ik heb Soldaat van Oranje nog nooit gezien. Maar, ik ook niet. Maar ik zou het wel willen zien. Maar ik zie het er wel echt heel leuk als in best wel leuk. Ik vind vooral die ouderwetse musicals met die ouderwetse kleding heel vet. Ja, ja. En niet dat het altijd realistisch is. Vaak toch al met die realistische musicals, dat het allemaal gewoon normale kleding is. Mm-hmm. Dat het net. Ik wil echt in een outfit. Ja, maar het moet ook, als je echt een musical wil laten werken, dan moet het ook een beetje Book of Mormon zijn. Zou ik leuk vinden. Dat zie ik je ook helemaal doen. Ja, zou ik heel dat leuk zie ik vinden. Ook helemaal doen. Daar ben ik 3 keer geweest. Ja, echt fantastisch. Ik heb er alleen ooit van gehoord. Dat is dus een verhaal over, wat heeft de... Heb jij dat niet verteld? Ja, je het verteld? De creators van South Park hebben een musical met dit Book of Mormon. Ja. En het gaat dan over dat hele Mormoonse geloof een beetje belachelijk maken en op de stok nemen. Maar dat is super grappig. Dat is een van de meest grappige musicals die ik ooit heb gezien. Oh. Ja. Echt lopen jank in de bioscoop. In de zaal. Ja, in Carré was het. In Carré. Carré is sowieso het mooiste theater. Ja. Dat is ook een droom. Ik heb er 1 keer gestaan. Heb je gestaan? Ja! Oh my god. Best Out of Music heb ik daar gestaan. Oh, tuurlijk. Ja. Wat sick. Dat vind ik echt. Als ik daarin mag staan, is het voor mij over. Ik heb tegen Thomas gezegd dat mijn allergrootste droom is. En ik ga dat nu de realiteit in spreken. Ja. Mijn grootste droom is dat ik ooit een show mag doen. Een One Woman Show. Waarbij ik soort van alle nummers mag zingen van musicals die ik... waarbij ik afgewezen ben, of waarvan mensen dachten dat ik het zou kunnen. Ja. En dat ik dat mag zingen in een grote in Carré. Ja, en je eigen nummers. En mijn eigen nummers dan natuurlijk. Ja, heel gewoon leuk. Tussendoor een gewoon een one-on-one show in Carré. Ja, dat is de droom. Dat zijn goede dromen. Ja. Nou, dus daar ga ik naartoe werken. Als iemand kijkt en zegt ik wil daarmee helpen. Ja. Dan weten. Want die wil sponsoren. Want die wil sponsoren. Ja. Ik ben een young artist. Young artist. Up and coming artist. Mijn droom is eerst misschien dat ik zag als Wicked. Oh, ik heb hem nooit gezien. Ik wil hem ook graag zien. Was echt insane. Als hij terugkomt. Oh. En, maar ik had toen Willemijn verkijkt. Was ik natuurlijk echt zo van... Holy fuck, deze vrouw kan zingen. Dit is echt... Ja. Ik heb nog nooit iemand zo horen zingen. En toen zag ik Glinda. En Glinda was echt precies hoe ik graag speel. En dat is let natuurlijk, us be glad. Dat is gewoon totaal over de top. Totaal super komisch. En dan... Maar Chantal doet het ook zo Chantal goed. Ik had Chantal niet. Ik had Celine Purcell. Oh, maar die vond ik wel even tegenvallen. Ik vond Celine Purcell wel goed. Ja, ja. Ze is als ook al goed zingen. Maar ik vind de humor... Chantal is zulke droog humor. Chantal is... Zij weet precies hoe je een grapje in moet brengen. Ik hou van Chantal. Ik kende niet uit een musical, maar... Ja, ik heb... Ik dat stukje... Ik zag heel lang op TikTok dat stukje van Petticoat. Ja, dat ze in die zaal... Of was hij gewoon dat ze optrad? Ja, dat ze optrad. Oké. Okay. Dat is zo leuk. Dat er zaal niet... Dat het gordijn niet open ging. Dan gaat ze zijn. Toen ging ze gewoon stand-up doen. Ja. Toen ging ze gewoon staan. En toen dacht ik, hij doet het weer, jongens. Nou, dan gaan we verder. Ja. Doei. Ja, ik vind dat, net als bij Eurovisie. Toen vond ik ook leuk toen in de zaal zat. Ja, je hebt ze daar nog gezien, ja. Ja, heb je de Junior Festival? Het Eurovisie, was je er naartoe? Ja, maar ik was bij de... Was je ook bij de repetitie? Ik was bij die repetitie dat ze zo zei...
In the mall. Ja. En dat was ik ook. Echt waar? Ja. Oh my god. Dat was echt iconic. Dus dat was zo leuk. Het was zo grappig. Ik hou van haar. Ik heb haar, ik wilde haar zien in... Zij gelooft in mij. Daar was ik geweest. Dat was afschuwelijk. Ja. Maar dat is ook iets wat mij totaal niet aantrekt. Maar van die jukebox musicals bedoel je? Ja. Ja, ik, nou, was ook... kijk, dan heb je natuurlijk Mamma Mia, dat trekt mij dan wel aan. Want dat is... Maar nee, de productie van Mamma Mia is ook niet zo goed. Nee. Ik heb Mamma Mia weer terug, maar nu met een ander... Opnieuw geschreven. Ja, volgens mij met een nieuwe, gewoon een nieuwe manier van spelen, volgens mij. Ja, maar en dan ook andere alle vertaling muziek, alle muziek is anders vertaald. Ja. Super stom vind ik dat. Ja, het is, volgens mij heeft het ook met rechten te maken, denk ik. Ja, klopt. Maar zei ik, breng het dan niet terug. Zou maar Mamma Mia is al teruggebracht vorig jaar. Ja, ja, volgens, ja, wou ik zeggen, 2 jaar geleden was het er nog. Ja. 3 jaar geleden. Oh. Dus ik weet niet waarom ze dat steeds terugbrengen. Ja, Nederlandse musicals lijken me gewoon niet zo spannend. Ik vind er nog steeds, ook al heb ik er zelf in gespeeld, Sissy de Rat is voor mij wel echt nog steeds, gewoon als ik kijk, echt een goede Nederlandse musical. Maar dat misschien, ik heb ze nog nooit gezien volgens mij. Dus ik ben er nooit geweest. Ik ook niet. Ik heb wel veel van gezien. Nou, ik heb wel bij sommige musicals dat ik denk van, oké, ik zou ze best wel een keer willen zien. Niet bij allemaal. Als maar... een originele Nederlandse musical of gewoon een algemene musical? Nee, nou bijvoorbeeld zoals Sisko Rad. Had ik best wel willen zien, denk ik. Best wel benieuwd hoe dat dan is gedaan. Mamma Mia, dat trekt me niet zo heel erg. Ik heb een achternicht. Ja, achternicht. Ik heb een achternicht en die heeft op Broadway gestaan. Dat is waar, jouw familie. In Phantom. En die speelde Carlotta. Oh, wow. En dat was echt insane. Phantom is helaas gesloten. Zij dacht oprecht dat ze nog jaren daar zou kunnen werken. En toen moest Phantom sluiten. Waarschijnlijk ook door dat de productie te veel kost en dat ze... waarschijnlijk binnenkort alweer opnieuw willen uitbrengen. Was dat voor corona? Voor corona en na corona zijn nog gespeeld. Oh, wauw. Ja, ze heeft echt daar 5 jaar volgens mij gespeeld. Maar ik heb wel elke keer, zijn we in New York. Dus ik heb elke keer van, oké, ik moet eigenlijk naar New York. Mm-hmm. En ik moet daar gewoon producties gaan zien. Ja. Want ik heb heel vaak dat je een productie ziet en die draait dan in New York. En die komt waarschijnlijk pas over 10, 15 jaar naar Nederland. Ja. Dus ik denk, oh, dat zou ik nu willen zien. Dat zou ik echt nu willen zien. Maar sowieso de kwaliteit in Broadway en in West End is zo hoog. Ja. En ik moet zeggen, in Nederland vind ik het af en toe dat ik denk, wauw, de kwaliteit is hoog. Maar er heeft ook een periode geweest dat ik dacht, ze hebben echt allemaal van die showcastings, weet je wel, met half bekende acteurs of TikTokers die dan in die musical zitten om te verkopen. Sorry, maar soms, maar dat doet Broadway ook soms. Maar dan zeker van die producties die dan net niet goed lopen, die gaan dan standkasten. En dat houdt in dat je iemand gaat boeken, alleen voor zijn naam. Ja. Maar toen had ze in Mean Girls, ze hadden 1 keer Sabrina Carpenter geboekt. Echt? Ja, maar zij heeft maar 1 dag gespeeld. Oh. Want toen kwam corona. Flop. Oh. Dus zij zou de première een dag voor corona. Maar Cameron Dallas heeft in Mean Girls gespeeld. En heel leuk in Cameron Dallas is dat hij niet kan zingen. Maar volgens mij hoeft hij ook niet te zingen, toch? Ze hebben gewoon zijn hoge noten hebben ze gewoon uitgehaald. Oh. Zo slecht. Ja, dat is slecht. Hebben ze dat ook bij... Want ik weet dat... Colleen heeft in Waitress gestaan. Ja, maar Colleen kon echt wel zingen. Ja, die kan heel goed zingen. Colleen cancelled. We hebben even een musical. Ja. Met Tadrick ook cancelled. Oh ja, dat is waar. Die stond er ook in. En ik heb Tadrick nog gezien live. Bij een optreden. Ik heb nog ontmoet. Gemeet? Ja. Waar? Wanneer? Bij zijn Straight Out of Oz. Oh, zo in Melkweg. Nee, stond niet in Melkweg. Hij stond in... Avals? Nee, hij stond in een theater. Maar ik weet nog niet hoe dat theater heet. Amsterdam. Nee, het is een rond theater. Amsterdam. Het was in Amsterdam, ja. Theater Amsterdam. Nee, het was niet Theater Amsterdam. Het was een klein theater. Ik weet niet waarom, maar ik weet niet meer. Oh, een klein theater. Het was, maar dat was wel heel leuk. Was dat niet in Meervaart? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik ben er ooit geweest in Meervaart. Voor Miranda. Ah. Ja, dat is waar. Hey, kom weer op hetzelfde thema terug. Ja, laten we weer snel vandaag gaan. Ja. Miranda. Dat klopt. Meervaart was waar. Ja. Oké, maar over musicals. Als er, want er zijn ook heel vaak musicals gemaakt die dan met bepaalde artiesten dat er gewoon allemaal nummers van bekende artiesten worden gebruikt, zoals een Mamma Mia. Daar zitten allemaal nummers van Mamma Mia in. Van Abba. Je hebt daar ook andere dingen, ook zo dingen van. Maar welke artiest dat jij, als hier nou een musical van gemaakt wordt? Ik weet dat er Katy Perry. Nou, ik weet dat er in, ik weet niet waar, voor in New York draait er nu een musical, dan zingen ze een paar nummers van Katy. Oh, dinges en Juliet. Oh, ja. Firework. Firework en Roar, volgens mij. Want Roar deze voor mij ook. Of dat was een andere. Roar en Firework. Oh, ja. Ja, nou, slee. Ja. Maar en Juliet is geen goede productie. Ja, I don't know. Ik weet nog qua eens wat het is. Wel, is wel mooi. Qua aankleding wel. Maar ik weet niet wat het is. Jukebox musical. Ew. Ja, het staat niet zo. Ja, ik weet alleen... I love the verhaallijn, though. Heel veel van mijn jukebox musicals is gewoon... Het is duidelijk een popnummer. Ja. En dan, die zitten ze echt soort van te forceren door mensen als het god nu. Ja. Klopt. Wanneer een musical over K3? Dat zou leuk zijn. De hele... K3 heeft 400 nummers. Dat kan gewoon niet. Er is toch al eens een keer K3 musical geweest?
De K3 musical? Was de K3 musical? Was er iets los van? Wil je niet gewoon de drie biggetjes? Nee, is dat niet? Oh, is dat het? Nee. De K3 nee. musical? K3 heeft drie musicals zelf, vier musicals zelf gedaan. Vier. Wat is die vierde dan? De wereld van K3. Maar dat is dat dan niet de K3? In 2000. Maar was dat een musical? Zou je zeggen, ja, want het had een andere cast in. Dus dat was oprecht een verhaal met een cast. Was dat met die trollen en zo? De trollen. Nee, ik weet niet, ik kan me iets herinneren van dit is nooit gefilmd. Dit is ook nooit echt uitgegaan. Ze hebben gewoon 3 maanden of zo hebben ze dit gespeeld. Ja. In 2000. En dat was gewoon een soort van hele rare... Ik heb wel foto's van. Ik zag ze was erbij. Nee, ik was er niet bij. Maar dat is iets waar als ik terug in de tijd... Als ik terug in de tijd kon gaan, was ik daarin gegaan. Maar musicals, als een artiest, Taylor Swift. Oh, work. Ja, je hebt tegenwoordig ook te veel nummers van musical. Ja, maar ik denk wel Taylor Swift... een beetje saai gaan zijn. Taylor Swift heeft echt nummers die je overal in kan bouwen. Denk je? Ja, oké. Okay, ja, sommige nummers wel, ja. Shake it up. Ze wel dat zou ik niet willen, nee. Maar is het niet juist dat je die een beetje te country-achtig... Nee, dat is ook heel hele goede country musicals. Ja, dat is waar. 9 to 5. Working 9 to 5. I wouldn't know. De enige musicals die ik ken... Thomas heeft vroeger, toen hij 4 of 5 was... heeft in een kleine musical gespeeld. Echt? Voor de school. Ja. Oh, work. Het was zo schattig. Ik heb het gezien helemaal. Ja, staat op YouTube. Het was zo cute. Echt? Ja, iemand had het geüpload. Slee. Ja, het bestaat niet, land. Ik weet het was. Ik kwam dus op mijn nieuwe basisschool in groep 3. En toen... gingen we die musical gingen we doen. Ik weet niet meer wat ik was, waar het over ging, weet ik niet. Ik weet alleen dat het Bestaat Niet Land heette. Ik had een rood shirt aan. En ik zong Bestaat Niet Land. Ach. Ja, ja en dan natuurlijk mijn eindmusical, maar... Wat had jij eindmusical? Dat was later. Ja, iets meer context. Maar welke musical name had je? Later. Oh, het heette Later. Het heette Later, maar ja, ik had een paar rollen. Ik was... Op je buik. Oh, ik wilde echt zeggen. Ik dacht, ik ga die opmerking niet maken. Ik dacht, niet vet shamen. Nee. Ik weet niet meer wat ik was. Maar ik weet dat ik een paar rollen had. En ik moest ook zingen. In de microfoon in mijn eentje. Doodeng. Ja, dat is heel eng. Ja. Maar ik vind het enig. Ik vind het heel leuk om dat te doen. Maar het is niet voor mij weggelegd. Laat ik het zo zeggen. Niet weggelegd voor mij. Nee, maar ik denk dat jij wel zou trainen dat je het wel zou kunnen. Ja, niet op professioneel niveau. 1, 2, 3, 4. Ik weet niet of het dansen helemaal je ding is. Maar ik denk wel dat als jij goed zou trainen, zou je kunnen zingen. Ja. Want hij kan wel toon vasthouden. En je kan prima acteren als je wat training in zou krijgen. Nou, als ik een keer vrije tijd heb. Hé, ik wou zeggen, je kan ook jurkjes maken. Dan zou je dat daar, ook kunnen. Nou, ja, ik kan gewoon echt. Ik kan gewoon mijn eigen productie op gaan zetten. Nou. Mijn One Man Show. Heb jij daar ben ik boos op. Daar ga ik het even vertellen. Niet. Godverdorie. Het klinkt als een niet. Nee. Oh. Ik zat in groep 7. En de leerkracht van groep 7, die ging met pensioen het jaar dat ik in groep 7 zat. En die zou ik in groep 8 ook krijgen. Oh, maar... Dus, en hij was de enige die de musical deed op mijn school. Nou, toen kreeg je een nieuwe juf. En toen, die wou het niet doen. Heb jij geen groep 8 musical ik gedaan? Ik heb geen groep 8 Hoe kan je geen eindmusical hebben? Ja, ik baal er echt zo. Al die andere musicals gedaan. Ja, dat is denk ik ook. Ja. Oh my god. Maar goed, ik wist gelukkig dat jaar dat ik in groep 8 zat, dat ze toen zeiden, jij mag geen Siskadraad spelen. Dus ik was gewoon fijn ermee. Okay. Ja. Oh, wat naar? Nee, maar alsnog, als ik groep 8 had en ik zou bijna in de musical zijn, zou ik zeggen van, nou, ik weet het beter dan jullie. Ja. Ik wil in de musical. Dat is wel waar, zo juist dat was. Ja. Ik zou 100% de hoofdrol krijgen natuurlijk. En op je middelbare school heb je de musical gedaan? Nee. Ik heb altijd musical les gehad. Op zaterdag altijd. Ik heb ook op zaterdag musical les gehad. Ja. Ik heb wel, had ik de vrouwelijke hoofdrol. Die hoefde niet te zingen, vond ik heel erg. Maar dat was een soort van het hele verhaal. En ik heb, middelbare school deden wij elk jaar een musical. Oh, leuk. Met orkest. Oh, dat is wel heel en, leuk. En met koor. En ik heb, moest je nou ook auditie ervoor doen? Ja, dus ik heb 3 jaar koor gedaan. En ik heb 1 jaar acteer gedaan. Ja. En want ik was altijd afgewezen voor het acteren. Oh, echt? Echt afschuwelijk. Mm. Ik heb The Wiz gedaan. Een all-white version of The Wiz. Oh, oh my god. Ik heb... daarna deden wij West Side Story, maar daar ben ik niet bij geweest. Ik weet echt niet meer waarom. Oh, geen zin in. Nee, ik mocht niet meer... Als mijn cijfers slecht waren, mocht ik niet meer in de musical. Toen ik uit de musical gezet. Wat erg. Ja. Door je moeder? Door de school. Oh, wat erg. Een 3 jaar deden we Peter Pan. Vind ik zo stom, want je haalt daar passie uit. En vind ik stom. Je kan uit exceleren. Als leerkracht zijn, dan zou ik juist denken, oké, daar ben je goed in. Ja. Dat was echt erg. Jaar 3 heb ik Peter Pan gedaan. Nou, en? Ja, en toen, dat was nou en, ja. Toen deed ik ook weer koor. Ja. Alleen toen was het koor een beetje van niveau gedaald. Oh. Dus ik was echt van de enige sopraan nog. En toen ik zong sopraan. Echt waar? Ik zong sopraan is de hoogste vrouwenpartij. Dus ik was de enige die de hoge noten kon. Dus daar zat ik dan. En jaar 4 deden we Shrek.
En toen was ik, mocht ik mee acteren. Dat heb jij laten zien. Ja, want ik was ziek bij de rollenaudities. Oh nee. Dus ik was Varken 3 en Blindenmuis 1. Varken 3. Dat was, die hebben toch zo'n eigen stukje, toch? Die drie varkens? Ja, wij zijn drie roze beren. En de Blindenmuis hadden wel een soort van enorm shownummer. Maar zo van, waar dan Blindenmuizen waren en dan liefdesverhaal gingen vertellen. Dat was heel leuk. Dat was jouw drie biggetjes. Maar als ik denk, als ik auditie had gedaan voor Ezel, was ik Ezel geworden. De ezel. Je wilde de ezel? Ik wilde ezel zijn. Ezel is de grappigste rol uit die hele voorstelling. Geen Fiona? Fiona is ook best wel grappig in hier. Fiona is grappig, maar ik denk dat ezel gewoon echt voor mij is weggelegd. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Oh. Ja, ik zie het je wel doen. Wow. Ja. Maar je hebt ook vaak voor een zwarte persoon gespeeld, hè? Ja, maar je hebt wel geen zwarte persoon op de basisschool. Dat is waar. Ja, dan wordt het lastig. Klopt. Ja. Maar wel, je bent ook een minderheid als op zich. Ja. Nou, hey. Ja, daar ging ik. Dan kan je en Fiona wist ik dat hij naar de mooie meisjes ging. Naar de mooie soprane meisjes. Die ook soprane praatstem hebben. Ja. Leuk. Het is wel een leuke musical Shrek. Ja, heb ik ook gezien. Ik zou niet weten. Oh, dan mogen mijn kinderen niet luisteren. Wij gaan... Oh, slecht. Ah, wat lief. Heel lief. Dat is heel want ik heb die musical les. Oh, ja. Maar hoe is dat dan? Dat is enig. Dat is echt fantastisch, want ik heb voor mijn gevoel altijd zoiets dat van, oh, ik dit is iets wat ik heel leuk vind, ik ga van spelen. En toen kwam ik op mijn theateropleiding achter, ik wou ook heel veel van maken. Maar wat wil ik daar nou mee doen? Dacht, nou, ik ga wel iets anders studeren, want ik weet niet goed wat ik hiermee wil. En toen opeens had een vriendin van mij, die had vervanging nodig voor een dag. En toen zei ze, kan je even mee invallen? En toen zei de organisatie, die zei, nou, wil je anders niet gewoon een baan bij ons? Ach. En toen zei ik, oh, nou, waarom niet? Ja, want die heb je gedaan laatst. Was Dear Evan Hansen, toch? Dear Evan Hansen hebben we gedaan met tieners. Dat was hel. Ja, dat snap ik. Lijkt me ook met de kinderen hebben we Sing gedaan. Oh, dat maar als een gewoon de muziek echt gemaakt? Echt, ja. Wauw. Maar Dear Evan Hansen was wel heel heftig om te spelen. Ja, joh. Ja, het is echt voor zelfmoord en ik had eerst nog nooit van Dear Evan Hansen gehoord. En toen moest ik het uitleggen. Ja, ik wist alleen omdat Katie daar een cover van heeft gedaan, Waving Through a Window. Ja, insane. Oh, dat is wel een mooie cover, maar dat is de enige reden wat toen ik van het bestaan van die musical af is. Ja, het was insane. Het was echt bizar om met kinderen te moeten doen. Ja, dat is... En zeker omdat het zeker eerst... Wij kwamen best wel laat. Ik was best wel laat docent. Dus we hadden al een begin gemaakt. En toen moest ik meestal allemaal veranderen. En zij vertrouwden mij nog niet. Dus hoe gaan ze dan met mij praten over zo'n heftig onderwerp? En toch, Nee, er zit wel iets meer achter dan alleen zingen en dansen. En nou... Ja. Als in dat je als je wil maken, bedoel je? Als ik wil maken, dan moet ik wel gewoon... Zij moeten mij echt kunnen vertrouwen. Ja. En uiteindelijk is het goed gekomen, maar dat is wel even... Maar liever spelen of liever maken? Oeh. Ik ga weer spelen. Oh! Ik ga weer spelen. Want ik vind... ik werd gevraagd door mijn collega. En het is geen professionele musical, maar het is wel een... Musical. En ze gaan nu ook met Stage Entertainment samenwerken. Want ze hebben al gespeeld, gaan nu een reprise brengen. We doen Bear. Dat is een popopera. Bear. Oké, Bear. Ja, is het een queer musical? Nee, Bear, B-A-R-E. En het gaat over. Het is een queer musical. Het gaat over. Maar het gaat over. Het is niet Bear, als in. Bear. Ja, maar het gaat over. Het gaat over twee jongens die verliefd worden terwijl ze in een katholieke kostschool zitten. Dus. Oké. En hoe eindigt het? Hoe eindigt het? Ja, ik ga niet spoilen, want ik ga nog spelen. Ik vind het erg. Ja, ik vind het een erg. Ja, de titel is heel passelijk. Ja. Maar jullie komen wel kijken, toch? Naar Bareback? Ja, ik kom kijken. Bareback, de musical. B-A-R-E. Ja, ik kom kijken. Bear. Mm-hmm. Ja. En dan ga ik er spelen. Volgend jaar. Wanneer? Juni spelen, volgens mij. Ja. In Carré. Ik weet niet waar we spelen, trouwens. In Carré. Nee, niet in Carré. Maar in Utrecht-omgeving, bij jou in de buurt? Oh. Nee, niet bij mij in de buurt. Oh. Maar ik weet niet waar. Oh. Nou, maakt niet uit. Leuk. Ja. Ik heb ook iets als in, ik ga ook iets jij ging audities voor school. Ik heb auditie als in, juist een soort van waar ik net mijn verhaal een beetje was, is omdat ik dat gesprek had met Francine Ome, dat ik dan terug wilde naar mijn roots, waar ik zo gelukkig van werd. Oh, ja. En toen dacht ik, weet je, ik wil gewoon even misschien weer auditie gaan doen voor... Wacht, de camera? Nee, daar maar. Sorry, ik dacht dat de camera's uit waren. Ook schrokken. Maar goed, ik wilde ze weer een beetje terug naar mijn roots, dacht ik. En toen dacht ik, nou weet je, ik zou even googlen. Tik op Google. Ja. Is er niet een avondopleiding voor musical of zo? Dan ga ik het gewoon proberen. Toen zag ik dus dat er in Tilburg een avondopleiding was. MAF, Tilburg. Musical Factory. En het is vaak een beetje een pre-school, weekendschool, waar je dan daarna naar Fontys kan gaan. Voordat je naar de vooropleiding van Fontys gaat en dan naar de Hoge Theaterschool in Amsterdam. En toen zag ik dat er dus een avondopleiding voor volwassenen was. Op vrijdag. Dus toen dacht ik, nou, hé.
Dat klinkt top. Ja. Even kijken. Dus ik kijk. Nou, ik ben eerst naar zo'n voorstelling gegaan. Toen dacht ik, oh, dat het niveau ligt echt heel hoog. Het zijn wel echt heel veel, gewoon precies voor mensen die dan nooit iets mee wilden doen vroeger. Maar dan nu in één keer denk ik, ah, ik wil het toch wel weer doen. Ja. Ik denk, oh, wat ligt het niveau hoog. Maar ja, ik ga het wel proberen. Want ik wil wel zeggen dat ik het gedaan heb. Heb ik het in ieder geval geprobeerd. Tuurlijk. Lukt het me niet? Nou, weet je, dan hoef ik niet te balen later van ik heb het nooit gedaan. Nou, misschien lukt het wel. Dus ik heb auditie gedaan. Ja. De eerste ronde. En ik was Drain. Nou. Ja, echt heel goed. Ja, wat goed. En nu heb ik in september de tweede ronde. Dus het is echt dat ik denk, oh. En hoeveel rondes zijn er? 2. Oh. Ja. En nu, je had zangronde? Ik had zangronde. Die ben ik al doorheen. Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik het meest tegen opkeek eigenlijk. Neem je dansen en monoloog? Ja. En dan moet ik nog een keer hetzelfde nummer nog wel een keer doen. Maar oh ja. Dus we hadden, ja, okay. Ze hebben echt alleen gezegd, je moet een ander nummer doen als ze een beetje twijfelen. Dus... Oh, nou, op zich. Ja. Dan zit het goed. Ik hoef geen ander nummer te doen. Ik had mijn theateropleiding. Ik was afgestudeerd. En toen zei mijn docent van... Ja, we hebben natuurlijk wel die hele auditieproces met jou gedaan. Maar wij wisten al op het moment dat jij hallo zei... dat wij door zou zijn. En toen zei ik, oh, waarom dan? En zei ja, als je jou ziet, dan moet toch op een podium. Ja, ik ben een clown. Oké, top. Dankjewel. Dat was wel echt insane. Oh my god. Ja. Altijd kut worden audities. Maar dan ga je. Maar audities zijn echt kut. Audities, ik ben ook blij dat ik nu voor dingen gevraagd word en dat ik niet meer. Lijkt me zo naar. Audities hoef te doen. Heb je nooit auditie gedaan voor iets? Nou, voor tv-dingen heb jij wel eens auditie gedaan. Ja, maar dat is niet hetzelfde. Ja, maar bijvoorbeeld, net als. Kijk, voor figureren niet. Dat is gewoon, weet je, dan word je of voor gevraagd of je meldt je aan en dat is het. Maar. Heb je voor Spangas gefigureerd? Nee. Oh. Dat was ik voor mijn tijd. Oh. Dat helemaal niet nog steeds. Ja, weet ik. Oh, nee, voor Brugglas. Oh ja, Brugglas. Dat is... Heb je dat nee. Niet gedaan? Nee, dat heb ik niet. Oh, wel. Ja, dit is echt exposed. Maar op theater waren allemaal mensen die dan Brugglas hadden gedaan. Ja. Die voelt zich zoveel beter dan de rest. En ik kwam er zo snel achter dat ze niet beter waren dan de rest. Nee. Het lijkt me doodeng om audities te doen. Voornamelijk gewoon... Kijk, ja... Heel erg kwetsbaar opstellen. Ja, nou ik had een auditie pas geleden. Want ik heb een stem ingesproken. Oh, dat is waar. Een stem ingesproken? Voor Hartstopper. Ja, dat is waar. Echt waar? Voor de Nederlandse versie van Hartstopper heb ik stem. Wat leuk. Ja. Dus dat ze, als het staat allemaal online. Oh, wacht, was dat toen niet waar ze op online mensen ja, dat jij naar mij gestuurd. Ja, dit is het door mij. Ja, dat komt door jou. Oh my god. Ik had nog van iemand anders gekregen. Dat dacht ik, nou ja, weet je, prima, ik meld me aan. Proberen, toch? Ja. Ja, en toen bleek het uiteindelijk voor Hartstopper te zijn. Ja, maar en ik weet nog, want een dag van tevoren zei ik, ik wil niet. Ik haat audities. Ik vond niet, en dit was ook normaal, bij Katwijs kan ik gelijk zoiets van, dat kan ik doen, want ik zie er leuk uit. Dus dan is dat, heb ik al puntje voor. En mijn stem is het enige waar ik super onzeker over ben. En dit was alleen stem. Dus ik had echt zoiets van, oh nee. Oh, ik heb er geen zin in. Oh, wat ik wil niet. En toen stond ik in de studio. En hij zei, ja, niemand lukt het de eerste keer. We gaan het gewoon opnemen. Doe maar rustig aan. Dus ik een beetje praten. En eerst moest je dan een andere casting doen. Dus over Nickelodeon-serie heen praten. En zei, nou, het ging prima. Laten we gewoon alvast even de echte Netflix-dingen doen. Ja. En toen deed ik het. En toen zeiden, ja, we hebben nog andere mensen staan. Maar we denken dat we die gewoon gaan cancelen. Want het was we hebben ze eigenlijk wel opstaan nu. En toen gewoon, het moest nog één keer terugkomen om een paar laatste dingen te regelen. Toen was het alweer klaar. Ja, echt leuk. Echt heel leuk. En toen zeiden ze al heel snel van, ja, we gaan de andere mensen gewoon cancelen, want dit was prima. Ja. Dat was top. Trots. Toch goed uitgepakt. Soms is het ook een beetje... Dus doe het gewoon, ja. Het is doodeng, maar het is wel vaak uiteindelijk van, weet je, ik heb toch niks te verliezen. Je laat je gezicht weer even zien. Misschien onthouden ze ergens bij. Nou. Ik moet wel zeggen, toen ik auditie deed weer voor de theateropleiding, ik was altijd best wel bang voor audities. Ik had het gewoon al heel lang niet meer gedaan. Ja. En toen ik het nu moest doen, ik moest ook weer zingen. En dat heb ik echt al 10 jaar niet gedaan, gezongen voor een auditie met zangles. En toen deed ik het en dacht ik, oh, ik was eigenlijk minder nerveus dan vroeger. Ja. En nu gewoon meer, ik denk meer omdat ik wist van, ja, ik heb toch niks te verliezen. Dus nee, en wat maakt het uit? Ja. Het is iets wat je graag wil, maar het is altijd... Ik heb audities gedaan voor meerdere opleidingen. En ik heb elke keer als ik werd afgewezen gezien, zat van, oké, dan was dit niet voor mij bedoeld. Ja. Want anders zat ik er wel bij. Ik heb toen uitgegaan voor het conservatorium, voor schrijven. En toen zei ze, ja, we vinden dat je heel mooi schrijft, maar we denken gewoon niet dat je bij de opleiding past. En toen dacht ik, nee, dan hoeft dat voor mij niet. Ik ga het ook niet volgend jaar proberen. Als ik er niet bij was, pas ik er niet bij. Toen ik Fontys gedaan, zei ze, ja, we vinden je heel goed, maar we vinden je niet goed genoeg. Toen dacht ik, oké, dan is dit niks voor mij. En dan ga ik weer door. Nou, dus als je het probeert, dan weet je het ook niet. Ook niet de vooropleiding van Fontys. Ze hebben wel gezegd van, wil je daarvoor aanmelden? En toen heb ik gezegd nee. Oh. Want ik had zoiets van, ik wil gewoon studeren. Ja. Dat was het afgelopen jaar? Ja, voordat ik aan de creative business begon. Oh. Ja. Ja. Een vriendinnetje van mij, als in Pamela. Die, ja, ja die ken ik. Die heeft 3 jaar vooropleiding gedaan voordat ze aangenomen bij Fontys. Ja. Die heeft echt doorgezet. Oh my god. Zo doorgezet. Maar zij is wel heel goed. Uiteindelijk. Ja, maar zelfs toch wel 3 keer wel niet door bij de laatste ronde.
gewoon. En dan, je mag de voorbereiding doen, dan dat drie keer gedaan. Ja, en dan ben je denk ik wel, oh, dan heb je echt dedication gewoon. Je kan dan bij de tweede keer zeggen, oh, weet je, het lukt me toch niet, niks voor mij. Ja. Maar ze wel echt doorgezet. Dan heb ik dat vind ik ook heel knap hoor. Echt heel knap. Ja. Je moet het ook maar kunnen hoor. Wel kunnen, het is echt wel... Ja, het is... Kijk, voor jullie is het misschien weggelegd, maar voor mij niet. Ik ga het gewoon hebben over de drie biggetjes. Ja, we gaan naar de drie biggetjes. Drie biggetjes. Ja, we moeten het er even snel over hebben. De drie biggetjes. Kom musical. Terug. Dat komt terug. We gaan, première dag. Ja, ga je naar première dag? Ja, we gaan première dag. Work. Ja. Ja, ik ben er vroeger geweest als kind. Met mijn vader. Ik ook. Ja? Ja. Welke? Want ze hebben hem twee keer gedaan. De allereerste in België. Dat weet ik niet meer. Dat ben je. Ja. Ben jij de enige? Ben jij de maar enige ik ben oud, hè? Ja, dat is ik ben oud. Ik was denk ik een jaar of 7 of zo. 7 of 8. 7. Oh, ja. Was dat dan de eerste? De allereerste. 2003. We hebben hem in Gent gezien of in Antwerpen. Oh my god. Oh my god. Ja, ik weet niet meer welk jaar of waar ik hem heb gezien, maar ik weet dat ik met mijn vader naartoe ben geweest. Maar ja. Ik was of... Wacht, 2003 was ik 3 en 4. 2007 was ik 7 of 8. Dus ik weet niet meer. Dan denk ik 2007 eerder, denk ik. I don't know. In ieder geval, het komt terug. Ja, echt leuk. Wij gaan naar de première in België. Echt afschuwelijk. Wel zin in. Work. Dus we gaan naar België en Nederland. Oh ja, ja. We gaan toeren. Maar toeren zelfs. Ja. Maar dat vind ik helemaal niks van. Ik ben wel heel benieuwd hoe dan het theater... Ik hou niet van musicals die toeren. Ik ben er bang voor. Nou, en moet ik zeggen dat bijvoorbeeld Le Miserable, de kwaliteit daar was... Die gaat ook toeren. Die was goed, jongen. Ja, maar Shrek is ook getoerd trouwens. Ja, ik ben een beetje bang voor. Shrek had ook een heel erg groot decor. Die hebben ook getoerd. Maar voordat het bekend was gemaakt, hoopten wij eigenlijk dat het in het pop-up theater in België was. Dat is dat nieuwe theater met al die bewegende schermen. Ja. Ja. Daar had je het heel leuk kunnen doen. Ja, maar helaas. Dat vind ik zo tacky hoor, als je van die schermen hebt. Dat wel, maar... Maar dan kan je ook, nee, maar ze kunnen ook gewoon dingen neerzetten. Ja, ze moeten gewoon het originele huisje gewoon neerzetten. Het huisje gaat er niet, als die er niet is, dan hoef ik het niet. En ook met die ronde schijven die dan dat hoeft van mij niet. Die ronde schijven hoeft van mij. Nee? Oh, dat vind ik te veel draai. Oh, dat die wolvenhoorde in dat ding zat met die ogen. Oh nee, dat was eng. Nee, maar ze moeten wel echt, ze moeten wel echt een leuk decor hebben. Niet omdat het gaat toeren, dat het gewoon een beetje... makkelijk, easy peasy. Ugh. Ja. Maar dat zou ik echt niet leuk vinden. Maar steekt wel veel geld in de musicals vaak. Ja, maar niet in K3. Het wordt heel erg gepromoot als een K3 ding. Ja, en in K3 steekt er geen geld. Dat vind ik zo erg. Ja. Dus ik ben een beetje bang voor. Vroeger ook wel hoor. Maar vroeger was K3 het altijd in de drie biggetjes. Maar vroeger was het altijd de drie biggetjes met K3. En nu is het K3 de drie biggetjes. Ja, dat ja. Ja, ze steken gewoon niet zoveel geld mee in K3 de laatste tijd. Nee, dat is waar. Dus ik ben er een beetje bang voor, maar... Jij hebt nog een klacht over de drie biggetjes? Ja, wil je me even delen met de mensen? Dat de oortjes lelijk zijn. Dat is wel de waar. De oortjes zijn lelijk. Ja, echt heel lelijk. Vroeger waren ze een soort van klap zo. En nu staan ze zo open. Dat zijn hele flinke oren. Oh, ja, het zijn echt een soort van toeters die erop staan. Ja. Gewoon. Maar ik vind de pruiken wel echt heel mooi. Iedereen zat een beetje te zeuren over... Ja, dat zijn lelijk vastgeplakt. Nee, weet je wat nog erger is? Pluisje! Oh, pluisje! Oh, die is doodeng. Oh mijn god. Ja, daar gaan ze iets aan doen. Want wie is altijd... kiest er nou? Hoe heet ze ook alweer? Marie. Die is 2 meter nog eens. Nou, nee, maar weet je wat aan ligt? Vroeger, toen zat de make-up, die zat tot aan de neus zo. Ja. En dit was vrij. Ja. En nu hebben ze dit helemaal doorgebouwd. Het is nu, Freya Sofia is natuurlijk echt een kleuter. Ja, dat is wel waar, ja. Zij heeft ook elke musical gaan, want natuurlijk. Ja, nog steeds. Ja. Nog steeds, ja. Ze alles bijna. Ja, klopt. Zij is gewoon de Chantal Jansen van België. Nou, dat is niet waar. Ze is de Fayen van België. Maar zij heeft vanaf... drie biggetjes heeft gedaan. Ze heeft Door Roosje heeft gedaan. Ze heeft Fijn Zeeman heeft gedaan. Ik heb Door een Roosje zelfs gezien. Hij heeft Door een Roosje gezien. Oh my god. Met K3? Met K3. Ja. En het Elisabeth in de Elisabethzaal in Antwerpen. Ja. Wauw. Ja. Dat wist ik. Hey. Ja, nee, ik hoop dat ze het pluisje al een beetje gaan aanpassen. En ik hoop dat ze het een beetje goed doen, dat er een beetje budget in zit. Ik hoop het zo. Ik hoop het zo. Ook. Ja, dat zou ik echt niet leuk vinden. Maar de Rai, ik zat even na te denken. Maar ik vind de Rai de Karim wel heel leuk. Ja, ik ook. Als mama Big vind ik heel leuk. Ja. Gaat een beetje soul. Ik ben ook heel benieuwd wie de wolven gaan zijn. Oh, maar ik denk wel. Die zoon van die ene gast. Ja. En ik denk ook die ene acteur die ook in zo'n vampier of in zo'n weerwolf speelt in zo'n Studio 100 serie. Dat is dezelfde jongen. Gio of zo heet hij. Oh, zij spelen allebei in Nachtwacht. Oh ja, klopt. Ik denk dat hun twee het gaan zijn. Oh, dat zal dan. Ik hoop het niet. Ik denk dat Gio die stoere wordt. Ik weet alleen, en dat die andere dan die gekke wordt, maar ik weet alleen niet wie het nerdje gaat spelen. Oh, ik denk ook. Speelt die ene dingen er niet mee die hij heeft gedaan met Op zoek naar K3? Remy. Nou, heel goed kunnen. Dat denk ik. Oh. Remy, I love you. I love you. En toch zie ik ergens in het ensemble
Luca nog wel mee? Nee, Assam was niet. Nee, hij doet niet mee, Luca. Oh, is het ook al gedaan? Hij zou niet zich graag. Ik ken er één, een jongen via een beetje die meedoet. Maar het is een vriend van Pamela die ik al ontmoet heb. Toen zag ik, heel veel fonds mensen in de auditie. Ja. Oh, dat vind ik, ik had hem wel perfect gevonden eigenlijk. Dus een goede mix van Nederland en België. Ja. Ik ben zo blij dat je nou iets hebt gedaan. Ik had toen te twijfelen. En toen dacht ik, nee, ik vind het een beetje, ik heb K2 en K3 gedaan, vind ik het techie om daar nog keer, sorry Luca. Luca heeft ook een theaterplein gedaan, toch? Ja, maar ik had er iets van, ik weet niet, ik vind dan dat K3 moet ik dan even loslaten. Dan kan ik daar niet nu elke week weer auditie doen. Dat nu wordt het een Taylor Swift musical die eraan komt. Ja. Nee, ik zou heel graag iets van The Nanny of zo naar Nederland willen brengen. The Nanny, is daar een musical van? Nee, maar die gaan ze wel maken. Oh, wow. En dat zie ik mezelf wel doen. Nou, ik dus, is totaal iets anders weer. Maar ik ga waarschijnlijk volgend jaar naar New York. Dus, ja, surprise. Leuk. maar het lijkt me dan zo leuk om daar een echte Broadway musical mee te maken. Zullen we eens gaan kijken welke musicals er zijn daar? Ja, doe maar even. Je hebt nu Wicked, je hebt Shocked, je hebt... Wicked draait al 20 jaar. Maar ja, maar dan moet ik wel naar Wicked. Het lijkt me zo leuk, Wicked. Nog je nooit... kan niet zonder mij naar Wicked gaan. Hoe durf je? ja. Hoe durf je? Even kijken. Broadway musicals. Hamilton, Moulin Rouge. Dat Hamilton nog steeds. Ja. Yeah. Apparently. Dat Hamilton gestopt was. Shucked is ook volgens mij wel een leuke musical. Die heeft een Tony gekregen. Shucked is een hele leuke musical. Maar niet zo bekend. Oh, het toneelstuk van Harry Potter is er ook. Daar ben ik ook benieuwd naar. Oh, dat lijkt me ook wel leuk. En Juliet draait. Shucked, Chicago. En jullie gaan kijken. Book of Mormon draait. Six. Oh, daar ga ik naartoe. Dat is Six. Die komt naar Amsterdam. Wat is Six? Ja, zo'n soort pop musical. Dat zou je wel leuk vinden. Ja? Dat is echt zo'n beetje met outfitjes van à la Katy Perry. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Je hebt echt zoiets. En het is minder echt een verhaal. Oh, dat vind ik heel leuk. Maar zij vertellen het is een popconcert. Het is eigenlijk een popconcert en dan het verhaal van de 6 vrouwen van Henry de... Eight. Nog wat. Henry de Eighth. Thinking. Ja, dat is wel leuk. Oh, jij vertelde over die... Moulin Rouge is ook heel leuk, ja. Jij vertelde mij toch over die Titanic musical? Ja! Titanic musical! Een Titanic musical! Ja! Nee, dit ga je niet leuk vinden. Niet? Dit is echt iconic. Nee, want dit is een Titanic musical die verteld wordt door Celine Dion. Ja, Titanic hier zo! Kijk, Titanic! Het is zo grappig. Maar dan gaat het over... Celine Dion vertelt het anders. Ze vertelt het? En dan is het soort van... Ze gaat gewoon zitten. Nee. Ze speelt elke rol. Nee, er zitten wel rollen in, maar ze vertelt het een beetje op een grappige manier... Dus het is niet heel dramatisch. Het is gewoon een actrice die... Titanic is Thomas van Vrienden. Kijk, daar hangt Cole uit de echte Titanic. Cole uit de Titanic. Niet waar. Ja, dat is wel waar. Wie gaat er nou Cole uit de Titanic? Thomas. Ik heb het. Dat is toch nep. Dat is toch een hoofd. Het is uit de officiële Titanic exhibitie uit Las Vegas. Ik geloof het niet. Met een certificaat erbij. Dat is toch is een hoax. Een hoax, nee. Ik geloof het, Bradley. Oké, laat mij erin geloven. Belief. Ik denk dat het tijd is om af te sluiten. Want ik wil nog één ding vragen. Dat mag. Wat is de slechtste musical die je ooit gezien hebt? Zij gelooft in mij. Dat is een van de weinige die ik heb gezien, maar... Oh, ik heb ooit... Ja, maar dat is allemaal een beetje wat nicher. Ik heb een keer een opera musical gezien. Mm-hmm. Een kindervoorstelling. Nee, ik heb nog... Professionele. Ja, ik heb twee. Ik heb er twee. Dus dat die kindervoorstelling. En die was heel naar. Gewoon echt heel naar om naar te kijken. Mm-hmm. En ik heb een keer een voorstelling gezien over... Ik vergeet zijn naam altijd. Over die jongen. Oh ja, hij. Alleen in de wereld. Oh mijn god, nee. Het was ook een opera soort musical... Prins, kleine prins? Ik weet het, wacht, ik moet even opzoeken. Vertel jij nu eerst. De slechte musical die ik ooit gezien heb, One the Musical. One? Nou, dat is dus twee jaar geleden is dat soort van gepromoot. Van ja, in een eigen nieuwe zaal in gemaakt. Is die slecht? Zo slecht. Oh mijn god. Ik kan nog steeds soort die liedjes horen dat ze dan ook soort van zeggen, voedsel zeggen ze dan, van eten. Ja. Maar je hoort voedsel. Ik zeg, voedsel. En dan, zo slecht gemaakte musical. Wat echt. En dan hebben ze allemaal LED-panelen die dan in soort van Egyptische vibe moeten hebben. Nee, ik heb in die zaal gezeten, echt soort van what the fuck, waar kijk ik naar? Het was oké, het heeft maar 2 maanden gedraaid, toen is het gelijk gecanceld. Flop. Het was Dorian Gray. Dorian Gray? Het was een Dorian Gray, een versie van Dorian Gray. Maar dan, alsof het in de toekomst afspeelde en opera was. Het wilde gewoon te veel dingen tegelijk zijn. Ja. Oh. Ik weet niet wat Dorian Gray is. Ik ook niet. Het is een verhaal over een jongen en het is een heel oud verhaal van een jongen die verkoopt dan zijn uiterlijk of zijn ziel. Een hoer. Ja, een hoer. Krek hoer. Het gaat van hoer. Nee, dus dat was afschuwelijk. Dat was maar die was ook al jaren geleden van mijn theaterlijn naartoe geweest. Oké. Okay. Dit is tijd om af te sluiten. Ja, het is niet deze ASMR-aflevering. Nee. Dit is het einde voor mij.
Oh, hierdoor zijn al mijn conclusies voorbij. Maar wat is dit? Eigenlijk de droom van mijn leven kapot. Oh, dit is van drie wiggetjes. Ja. Ah. Ben ik het slachtoffer van dit complot? Mijn dromen. Ja, dankjewel Bradley. Bedankt voor het kijken. Luister allemaal. Ja, bedankt dat je er was, Bradley. Vond je het leuk? Ja, vond je het heel leuk. Zeker. Heel erg leuk als je kwam. Misschien vragen we je nog wel een keer. Naar het eind van de wereld. Ja. Naar het eind van de wereld. Uit Amsterdam, buiten de ring. Ja, het is ver buiten de ring. Ja. Ik begin wel helemaal af te doen. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Volgende luisteren. Week hebben we het over vakantie. Is het geen K3-nummer? Ja. Oké. Anyways, bedankt voor het kijken en luisteren. Volg ons op. Allemaal dingen. Alle dingen. TikTok. YouTube. Volg op Bradley Bravaert. Ja. Ga. Ja. Kun je nog iets doen? Nee. Iets kijken? Ik ben een falende influencer die langzaam alles verdwijnt. Nodig Bradley uit voor première. Ja, als er heel veel risico is voor première. Letterlijk. Of ons. Of ons. Mag ook. Allemaal. Tot volgende week!